We hebben er allemaal mee te maken, het coronavirus. En door dit virus moeten we allemaal thuis blijven en hoeven we niet meer naar school. Je hebt waarschijnlijk al 100 keer je Insta-feed refreshed, maar niet elke seconde plaatst iemand een foto. Verveling komt op, want wat moet je doen in die weken dat je thuis zit? In deze video geven we jou een aantal voorbeelden van wat je thuis kan doen. Voordat je deze video gaat kijken, was je handen. Eerst belangrijk, safety first. Hoi, ik ben Yara. En ik ben Tom en jij krijgt een nieuwe school hacks op het YouTube kanaal van scholieren.com. Het eerste wat je kunt doen is een spelletje spelen met je vrienden. Maar door het coronavirus mag je niet met grote groepen bij elkaar zitten. Maar online bij elkaar zijn kan natuurlijk wel. Ga daarom online gamen met al je vrienden. Dan kan je toch met elkaar praten en tegelijkertijd een spel spelen. Natuurlijk zijn alle sportscholen dicht, maar dat betekent niet dat je thuis niet kan sporten. Dus doe die hippe sportoutfit aan en ga me die banaan. Je kan natuurlijk elk moment van de dag gaan hardlopen. Maar onthoud wel dat je 1,5 meter afstand moet houden van iedereen. Je kan natuurlijk zoveel mogelijk push-ups doen en als je iedereen op school weer ziet, dan zie je eruit als een hulk. En zo maak je nog eens indruk. Nu jij. Iedereen heeft wel zo'n vriend die alle films en series ooit heeft gezien. En volgens hem moet jij ook al die films en series gezien hebben. Normaal heb je helemaal geen zin om Toy Story 3 te kijken of de hele Harry Potter reeks te bingewatchen, maar nu heb je geen excuus meer. Nu is het de perfecte tijd om dit te kijken. Maak je vriend of vriendin blij. En misschien kom je wel achter dat die ene film of serie toch best leuk is. Ook leuk. Kijk die film of serie samen met een vriend of vriendin op Netflix Party. We kunnen dan niet meer naar school, maar de lessen online gaan wel gewoon door. En misschien bouwen ervan, maar zijn ook voordelen. Je kunt nu eindelijk eten en drinken tijdens de les. En je kan je joggingsbroek aanhouden zonder dat iemand het doorheeft. En als je nou helemaal klaar bent met die vervelende docent, zet je docent gewoon op mute. Zo simpel kan het zijn. Moraal van het verhaal, maak het jezelf zo comfortabel mogelijk tijdens de online lessen. Nu je nergens meer heen mag, kan je eindelijk die vuilnisbelt, genaamd je kamer, opruimen. Dan is je moeder ook blij met je en kan jij weer normaal rondlopen in je kamer. En nu kun je ook beter concentreren op je schoolwerk. En misschien vind je nog waardevolle spullen of gewoon spullen die je kwijt was. Als je je verveelt, ga op zoek naar een nieuwe hobby. Ga iets doen wat je altijd hebt willen doen of ga iets volledig nieuws doen. Zo kom je misschien achter je verborgen talent. En zo niet, dan weet je waar je talenten niet liggen. Ook leerzaam. Vond je deze video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet zeker niet je handen te wassen. Vergeet ons niet te volgen op social media, links staat in de beschrijving. En dan zien we jou bij de volgende video.